Jij wil Donkey Kong blokken. Ja, dat wil ik. Wil ik heel graag. Dit kan al endgame zijn. Ik moet daar... Sorry dat ik je genereerd heb. Fucking hell. Yeah, let's go. Oh. Yeah, let's go. Good. Komt op zijn eigen shop. Ja. En dan gaat hij ook weer. Ja. Spons. En wat gaat hij doen? Daar, what the fuck? Dat lijkt me een beetje de rest om te boosten. Nee hoor, het zit net naast een, naast een club. Ja, nee, net aan een club, dat klopt, maar... Is het een club? Ik heb geen idee. Ja, het is een club, te schoppen. Ah, ik dacht dat ik maar niet Memory Block. Nou, kan goed waarom zijn, niet man. De Slime Game? Ja, ik heb geen idee waarom we de Slime Game niet krijgen. Oeh! One up, hij kan gewoon een level up krijgen, gek. Hij nou, kan dan, gewoon dan, een succes. Level up krijgen, even serieus. Stocks. In district. Oh, je had de eerste moeten pakken, gek. Want je gewoon een gratis level hebt gekregen. Maar ja, dat weet je niet. Was District D eigenlijk? Geen idee. Are you kidding me? Ik heb het geld, dat is het probleem niet. Maar... Gratis is gratis, hè? Fuck off! Met z'n Donkey Kong, jongen. Voor een aap is hij best slim. We worden een beetje op de tuin geleid door een aap. Je weet dat... Nou. Het is een primaat, I know. Het is een gorilla. Hey, hey, daar ben ik heel blij om. Lekker man. Oh, dank u. Nou, jullie kunnen één gooien. Geen action? Nee. Twee. Godverdomme. Hallo, mag ik ook een cake? Je hebt het geld. Kan ik niet gewoon drie gooien? Nee. Ik ben nog echt nul keer bij de bank geweest. Fuck. Nou, hier dan wel. Auw. Oké. Die doet pijn. Ik neem het terug wat ik net heb gezegd. Die doet wel pijn. I know. Ja, die doet ook pijn, Harm. Dit is GG. Nee, het is geen GG. Jawel. Dit moet GG zijn. Nee. Hoe dan? Nee, mijn stoks. Hey, Donkey, ga eens naar rechts. Dank u. Kan dan er weer verblonden? Alsjeblieft! Oh, ik ben zo fucked! Ik ben zo fucked! Volgende turn ben ik wel de lul. Alsjeblieft, twee, alsjeblieft. Nee, daar gaat hij echt niet op landen. Ja, maar als hij naar beneden gaat, is hij wel snel, heeft hij wel sneller, komt hij sneller level up, ja, hè? Ja, dat is wel wel. Zitten de meeste zoets beneden, rechts. Oké, ik snap er geen reet van. Waarom koop je geen stok? Ja, geen zin. Geen zin. Voor buy-out. Oeh! Ja, je moet iets buyen. Buy property owner out. Is dat een... Nee. Oh. Nou, ik heb ik dat net voor niks gedaan? God, ik was meer aan het kijken of er iets is wat je kon kopen, maar niet. Oh god. Hier, in ieder geval hoef je niet super veel. Kijk, als ik nu stonks had gekocht. Lando, ik ben fucked voor deze turn. Level op. Ja. Zes. Kut. Het is niet de ergste. Ja, kijk toch hoeveel wij niet hier heb. Nee, jij kan je Monopoly niet maken zo. Nee, mijn Donkey moet soms ook eruit kopen. De gaven. Ah, dit wordt kut. Ik heb het geld er niet voor. Nando, kan je Fantje helpen dat Donkey tenminste die krijgt? Kunnen jullie bargainen in ieder geval? Jullie zijn uit. Jij kan niet bovenheen, Nando. Je hebt fucking veel geld, gek. Nando, maak de game wat langer alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan kan je hem doorverkopen aan Jordi. Scheidaap. Holy shit. Tering, holy smokes, gek. Ja, ik zal nu lekker laten gaan, ja, man. Laat hem maar gaan. Hij staat nu sowieso in de min, dus dat scheelt. Hij moet zijn dreddy kist doorgaan en door zijn stok zijn. Ik vind het goed. Dan haal ik hem zo meteen wel
koop ik hem zo meteen boven. F. Ja, het is kut, maar ja, wat wil je? Dat hij naar 800 gaat. Alsjeblieft, gooi laag. Waarom mij wel? Ik zweer het je, AI is echt cheating. Investing in shops. Wedden, die linker? Oh nee, niks. Oh nee, geen geld. Ja. 5. Hier, Jordi. Dank u. Toch, was je 5 handen had, of was je waarschijnlijk iets goedkoper had geweest? Nou, oh nee, had je moeten betalen daarop. Nou. Ja, dan mij nog even verder. 5. 6. Jij komt wel weer weg. Nou, ik heb 1 keer moeten betalen, dus. Dat was gewoon nog een kutter district. Want ik wil geen stocks kopen, ik wil Donkey Kong gaan tegenhouden. Dus ik heb ready cash nodig. Are you kidding me? Sorry. Nee! Nee! Sorry. F. Je hebt het geld. Je hoeft geen ding te verkopen dit keer. Ja, als ik hem... Ik had voor mij kunnen kopen net. Fijn. Sorry. Hey, weet je wat? Donkey Kong mag ik ook maar ingooien. Welke staat daar? Ja, wauw. Dat is een echt pijn, denk je. Nee, klopt. Die gozer reptief is veel stoks gek. Ja, nou. Ah, godverdomme, mis ik weer dat padje. Echt ongelooflijk. Ja, wacht even, die mis je, die eruit? Ik zou mij pakken. Of pak mij. Als je mij pakt, kan je elke kant, dan kan je naar beneden. Dan kan je heel gelijk 2 zoet doen. Klopt, ver en af. Maar dan kan je ook met je zoet upgraden als je 1 of 2 gooit. Ik ga sowieso bankrupt. Het is gewoon een kwestie van tijd voor ik bankrupt gebruik. 2. Ik zou gewoon inderdaad gewoon flink upgraden. Hoppa. Doet me niks, ik weet het maar. Kutzooi. Ik heb Donkey Kong alleen maar mijn cash gegeven weer. Ja. Fucking hell. Met welk geld? Ja. Ook, oh, je mist eruit. Ja. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. 2. Ah, tuurlijk. Nou, hij is wel gedenied van een suit, dus dat scheelt alweer. Ja, het was wel wat hij niet heeft. Nee, klopt, maar hier is het punt. 1, 2, 3. Zolang je onder de 6 gooit, is het nog goed. Upgraden. Je hebt het geld ervoor, hè? Je kan op 2 drukken. Oh my god. Nou, holy shit. GG. Oh, Donkey Kong, gooi alsjeblieft 5. Alsjeblieft. En ja, maar ik kan elke kant op, hè? Oh my Jesus. Oh, for fuck's sake. Ah, het is maar 11. Het komt veel erger. Ja, en zo meteen gooi ik 3 en dan is het klaar, hoor. Donkey, gooi eens even 5. Ja, gooi 5. 5. Ik heb een keertje goed geïnvesteerd. Oh, als je... Gooi 2 volgende ronde. Gooi 2. Alsjeblieft, doe 2. Hij is wel dit. Oh, als je 2 gooit, is het klaar. Oh, als je 2 gooit. Hij moet 2. Als je 2 gooit, ga ik zo hard lachen. Godverdomme! Je kan toch naar Donkey Kong? Ja, gaat toch naar Donkey Kong. Nu had ik dus liever gehad dat er meerdere bankrupt konden wel gaan, want dan had je gewoon langer door kunnen gaan. Ja, klopt, maar voor hetzelfde geld waren wij het geweest. 4, nice. Kom op, forced buyout. Ah, stock price is vol. Ja, maar dit, hier kan ik niks tegen doen. Nee.
het is random, Nando, dus sorry. En voor mij heb ik je stoks in, dus... Yep. 1-1. Ik zei toch, ik kom op zijn hoogste terecht. Ik zei het nog. Ja? Godsamme. Moet weer een shop verkopen, zeker. Ja, hè? Yep. Welke shops heb je nog? Dit boven en dan is klaar. Doe dan die tags. Auction? Of is het een auction? Geen idee. Ik heb mijn 660... Ja, het is auction. Staat in auction. Gelukkig ik kom uitbuigen. Dan kom ik lekker hoog laten betalen, jongens. Ik zal nu... Prima, Nando, jij mag hem hebben. Ja. Als je hem weer wil hebben, Harm. Ja, voor welk geld? 400. Ja, dag! Dat heb ik niet eens! Dat heb ik niet eens! Moet je kijken hoeveel ik heb! 660! Tjie. Ik moet nog door de boot. 2. Ja! Ja! Lekker voor je, bitch! Lekker voor je! Dit maakt het spel opeens een stuk interessanter. Oh, lekker zeg. Heeft hij zoveel geld wel? Self-shop? Yes! Oh, daar gaat hij dan, ik hou van je. Gaat hij failliet? Gaat hij failliet? Nee, hij gaat niet failliet. Dat gaat wel. Maar hij wordt wel helemaal gereset. Tering. Nando, ik hou echt van je. Nice. Wat een holy shit. De stretch. Nou, hij is bijna al shops kwijt, gek. Ja, klopt. Hij is bijna volledig gereset. Hoppa, hij heeft nog maar één shop. Net als mij. Ik heb er meer. Nando, bijna 6000 ready cash. Woep. Nou, deze moet je Jordi overlaten gewoon. Maak er nog een game van, Nando. Maak er nog een game van. Zo, als je... Ik heb 80 ready cash en dan houdt het op. Je moet Jordi gewoon deze gunnen. Yeah. Deze moet je gewoon Jordi gunnen. Dan wordt het nog leuk. Gun mij de... Onderste rij gewoon. Alles wat onder is moet je gewoon en dan gunnen. En dan krijg je een interessante wedstrijd. Nou ja, niet per se, want als ik zo meteen fuck gooi, dan is het klaar. Ook aan Jordi overlaten. Nou, dan vind ik het prima, want hij is toch aan het sms'en. Ik ben niet aan het sms'en. WhatsApp'en. Oh nee, je bent er even. Hij is Corselia aan het damage'en. Waar zit Corselia? Dat is gewoon zo'n hoe heet het, raid? Ja, een remote raid pass. Heeft hij. Remote pass raid. Ik heb vrienden die zitten nu in Zaandam, Zaandam. Als ze Delft, die zijn... Doe die ook voor jou. Ja, maar ja, hoeveel remote raid passes heb je dan nog eigenlijk over? Ik heb iets van 4. Oh, en ja. Ik heb nog 348 heb coin. Wat even. Cresselia nu, hè? Ja. De volgende maand wordt het denk ik Darkrai, want dan is het weer Halloween maand. Oké, waar is deze? Onderin ook Jordi. Eeuw. Kijk, maar dit is de enige game welke AI zo leuk vindt om er toch in te hebben. Je wordt er heel erg pissig om, maar als hun plat gaan, dan gaan echt volledig plat. Ben ik alweer aan de beurt? Bijna. Hij is volledig gereset, dus dat heeft... Oh, Jordi heeft alleen nog die 480, dan heb je hier gewoon een monopoly. Welke is deze? Die onderin. Jordi. Nou, doei. Gun je het hem? Je kan het nu misgunnen, hè? Hier, je mag 10 meer betalen. 20 meer. Je wil 20 meer, maar oké, ik vind het prima. Hebben jullie socks dan? Ja? Ik heb totals, ik nog wel goed. Nee, oké. Okay. En ik weet niet meer waar ik langs ben geweest, maar... Nee, ik moet nog sowieso een hele ronde doen, dus... Ja. Oké, okay, nu is mijn beurt. Ben ik blij dat ik daar net klaar ben, zeg. Houston, we got a fucking big ass problem, man. Oh, je moet stompjes verkopen, Jordi. Ja, ik weet het. Zou maar lekker dat nog iemand die terecht kan zeggen. Holy shit. Welke naam weer? Oh, nog één. Oh, die. Die hoef ik niet. Oh, die is ook voor Jordi. Ik kan hem niet eens inkopen. Ik kan hem meteen doen. Dan hoef ik wel even op aan te nemen. Wat betekent dat? Hoppa. Oh, nee. Dat is mijn oude shop. En nu wordt het interessant, want nu loopt de game nog lang door. Nee hoor.
Nogmaals, als ik nu... Ja, als jij niet echt opgaat, is het trick in niks. Ik ben dus klaar. Dus een GG. Ja, wat krijg je? Yes. Oh, dat is echt mooi. Echt bizar dit gek. Adventure or Suit Square, Nando. Zo, goud. Dan kan ik kiezen. Ja. Ja. En dan mag hij gelijk weer een suit pakken. Volgens mij werkt dat wel zo. Ja, dat, die werkt wel zo. Ja. Yay! Weer één. Rondo. 50. Move for the same number of spaces again. 4. Nou, ik zou gelijk weg. Nee, ik zou eens aan de andere kant! Nee, maakt niet zo heel veel uit. Ik kan gewoon teleporteren. Oh ja. Nou, dan kan je bakje op Jordi's plek. Ja. Ben ik klaar. Mag ik weer zo'n minigame doen? Ik weet niet of het, dat met de kanon werkt. Nee, ze werkt het niet met de kanon. Het zal wel heel onfair zijn.